Morgen begint de toerismemaand in Suriname. En het hoogtepunt is op 27 september. We gaan beginnen met de onderdirecteur van het directoraat toerisme. Zijn jullie ready voor morgen, 1 september? Helemaal ready. Ready steady. Ready steady. Uh-huh. Wat gaat vanaf morgen gebeuren? Hoe gaan jullie de gemeenschap blijven attenderen dat september de toerismemaand is? Oké, morgen beginnen wij met de lancering van de toerismemaand. Dat vindt plaats in de Larouk, in de ballroom van Larouk. Waarbij we de launch zullen hebben van de agenda. En ook nog een hele interessante keynote en paneldiscussie zullen hebben. We hebben ook hele leuke optredens. Ja, dat hebben we morgen. En hoe laat morgen? Morgen beginnen we om 6:30, maar de mensen moeten wel registreren. Ja. Willen ze deelgenoot zijn van de activiteiten, maar we hebben een beperkt aantal zitplaatsen. 6:30 in de namiddag? In de namiddag. Oké, okay. Waarom namiddag, meneer Forster? Wat is dat? Tamaramanting, in feite, Aichurukbaam. Wauw. Maar Samus BBG, zeg ik, waarom 6:30? We hebben de locatie rond die periode genomen, omdat sowieso, als je ziet, de meeste mensen die nog werken, ja. Die nog werken de gasten, dat is op een vrijdag. We willen zoveel mogelijk de mensen de gelegenheid geven om toch te komen, vooral de stakeholders. En u begrijpt, ze zijn aan het werken en na 3 uur, na 4 uur is er nog een beetje speling. En daarna kan je gerust komen en dan voor de kick-off. Dus daarom is er gekozen voor 6:30. Ja. Jullie waren 2 weken geleden hier zo en jullie hebben hadden aangegeven dat deze maand ook in samenwerking gevierd of uitgevoerd gaat worden met de districtscommissarissen. Wat hebben jullie op dat stuk al bereikt? Hoeveel belletjes hebben jullie gekregen met het aangeven dat mijn district is al ready en we gaan dit doen? Meneer Forster. Heel wat enthousiastelingen moet ik zeggen. Ik was echt blij. Er zijn nog een paar districten die zich nog moeten aanmelden. Maar u begrijpt, het is een nieuw idee. En het is nu de bedoeling dus dat ze gaan samenwerken. Ja. Dus normaal gesproken zijn er individuen die bezig zijn en dingen creëren. Maar nu is de bedoeling dus dat je dan via het commissariaat gaat en dan een samenwerking creëert, zodat de agenda vollediger wordt. Want nog steeds krijgen we partijen die naar binnen sturen. Maar natuurlijk moet weer geverifieerd worden voordat het op de agenda komt. Want dat is dan voor ons belangrijk. Er is een agenda. Een toerismemond agenda, als je daarop klikt, wil je dan zien wat elk district te bieden heeft. Ja. Dat is het leuke ervan. Dus vandaar is vandaag ook morgen dus de kick-off is. En van daaruit gaan we dan starten met de promotie landelijk. De districten die daaraan hebben deelnemen, moet ik zeggen, die hebben al aardig wat ideetjes. Ja. Er zijn bepaalde die zelf uit groepen verschillende concepten hebben zijn er ontstaan. Dus het is leuk om te zien. Het is leuk om te zien. Ja. Dus mevrouw Misikaba, het belooft wat te worden. Hoe zit het met het bedrijfsleven? Hebben ze het ministerie benaderd om ook activiteiten uit te voeren? Ja, er zijn verschillende bedrijven die benaderd hebben om samen de private sector toch? Om activiteiten te organiseren in de verschillende districten. Dus op de agenda morgen zult u precies zien wie waar wat doet. We hebben niet alleen de bedrijven, maar we hebben ook de ambassades. Als we nu kijken naar de samenstelling van onze samenleving, dan zien we dat we meer zijn dan alleen de 5 traditionele etnische groepen. We zijn nu nog meer. Dus ook de ambassades die doen mee. Vandaar dat we op 27 september, ik had u beloofd dat wij jullie als eerst zouden gaan vertellen wat we zouden gaan doen op 27 september. Daar hebben we de grote Suriname dag, dus het Suriname festival. Okay. Op 27 september, ja. In de ballroom van Prins. In de ballroom Prins. Aan de Kamerwijnenstraat. Kamerwijnenstraat. Mm-hmm. Oké, okay, en wat gaat gebeuren die dag precies? Suriname Day. Dus in het kort kun je gewoon aangeven dat we op die dag Suriname op zijn best zullen gaan presenteren. Ja. De verschillende districten die komen, die zullen aanwezig zijn om aan te geven wat ze allemaal hebben aan toerisme in hun district. We hebben de ambassades die er zullen staan met de verschillende cultuurelementen van hun land, horen bij hun etnische groepen. Maar daarnaast hebben we ook gewoon cultuurgroepen, ja, in Suriname die hun kunnen en hun cultuur gaan tonen aan, okay, de samenleving. Mooi man, beloof wat te worden. Helemaal. 12 september hebben we ook Sama Kadaka. Ja. Heeft die organisatie jullie ook benaderd om iets te doen?
Als het goed is, hebben wij aantal evenementen binnen gehad. En dat komt net zoals bekend voor. Ja. Dus ik dus zou ik zeggen, van die race komt steeds binnen. En u begrijpt, ik help mee met design. Dus. Ja, oké. Okay. En tot slot, is op jullie website zo bekend staan, of zullen jullie bekend maken wat precies gaat gebeuren deze hele maand? Is die website al goed voorzien van informatie? Dus de kalender die komt morgen op de website. Okay. Maar de overige zaken als de vakantieoorde, hotels, taxiwezen, etc. die staan al op de website. Maar met betrekking tot de toerisme maand hebben we vanaf morgen, 1 september, eigenlijk kunnen we zeggen vanaf 19:30 morgen, staat dan de kalender online. Online. Op Suriname.travel, dat is de naam van de website. Ook op onze Facebookpagina, Suriname.travel. We gaan afronden. Heeft de organisatie aan de ondernemers gevraagd om de prijzen wat laag te houden in verband met toerisme maand, zodat de mensen toch uit kunnen gaan? Het mooie ervan is dat de verschillende bedrijven, de verschillende tour operators zelf met acties komen. We begrijpen dat we leven een beetje nijpend. Dus zo probeert het bedrijfsleven dan ook de samenleving tegemoet te komen. Dus ook dat soort dingen zijn. Dus mensen moeten de website volgen, de Facebookpagina, dan zullen ze zien welke acties er allemaal zullen zijn. Als ik er aan ga toevoegen is dus dat dus er nog mogelijkheid is natuurlijk, als men dit hoort, dat men zich dus kan aanmelden via de website of via telefoonnummers 8822544 of 877-2075. Want Suriname Festival wordt echt groot 27 september. Mooi Turi. De kick-off is morgen om 19:30 in Ballroom van Prins. Nee, Lalaruk. Lalaruk. 27 is Prins. Ja. Thank you en succes. Okay.